Dit is Café Weltschmerz. Mijn naam is Hajo Smit. Ik praat erdoor met Karel van Wolfferen over de actuele wereldpolitieke situatie in Amerika, situatie in Syrië en ook ja, natuurlijk een update over waar het team Trump mee bezig is. Karel, hoe gaat het leven? Ja, heel goed. Het is, de dagen worden langer, dus het wordt beter. En misschien op ander gebied ook, wie weet. Oké. Ik noemde net waar het team Trump allemaal mee bezig is. Maar ik geloof dat we het ook even willen hebben over waar de tegenstanders van Trump allemaal mee bezig zijn. Wat kun je daarover zeggen? Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk verhaal geweest dat de CIA een poging doet om Trump alsnog tegen te houden. Dat is serieus gebeurd? Ja, is die, dat Niels, nep Niels, ja. dat Rusland actief bezig is geweest om de verkiezingen te beïnvloeden, ja. komt uit de koker van de CIA. En de Washington Post was daar zeg maar de belangrijkste helper mee. En daarna is dat overgenomen door heel erg veel bladen, ook in Nederland natuurlijk. Merkwaardig, en dan zie je opnieuw weer hoe zoiets werkt. In de NRC lees ik dat de bewijzen stapelen zich op dat niet alleen Moskou, maar Poetin hoogst persoonlijk dus dit heeft willen doen. En waar bestaan die bewijzen die zich opstapelen? Het is omdat het ene na het andere blad hetzelfde verhaal overneemt. Ja. Dus het is hetzelfde verhaal. Als je het vaak genoeg herhaalt, ja, dan wordt het een werkelijkheid. Daar zijn de mensen van de CIA goed in. Dat weten we uit ervaring. Maar het is dus niet gelukt. Ja. Maar het is heel bijzonder dat de belangrijkste geheime dienst in de Verenigde Staten, dat die zoiets doet. Wat daaruit blijkt, is dat ze in paniek zijn. Ja. De neocons, natuurlijk de neoconservatieven, maar vooral ook de CIA. En dat zou te maken kunnen hebben met wat Flynn, dus de nieuwe, als het allemaal doorgaat, want Trump is nog geen president. Wat hij heeft gezegd, dat hij wil die hele wereld van intelligence agencies, er zijn er 17... die wil die op de schop nemen. Hij gaat er iets mee doen. En op dit moment is het wel heel duidelijk dat de CIA nu een grote vijand is geworden van Trump. Dus we zullen moeten afwachten hoe zich dat gaat uitspelen. Maar ik ben erg geïnteresseerd. En het strategietje zou dan geweest zijn dat zij dus dat verhaal van de Russische hack extra aanzetten in samenwerking met enkele media. En vervolgens zou dat invloed nemen op die de Electoral College. Dus was dat ik denk meer dat er moet een stemming ontstaan in Amerika onder het volk. Dat die boosdoener die in Moskou zit, dat is natuurlijk, men is dat gewend. De Amerikanen zijn groot geworden in de Koude Oorlog met als grootste boosdoener, dat was natuurlijk het toenmalige communistische Sovjet-Unie. Ja. Maar ze zitten op dezelfde plek. Ja. En die demonisering van Poetin die is nu al jaren bezig. Dus het past allemaal in een groter verhaal wat mensen in het achterhoofd hebben. Wordt ook steeds opnieuw weer versterkt door allerlei verhalen van hoe slecht het is vanwege die Poetin. Ja. En het idee is dus dat als er een nationale opinie ontstaat, een hele sterke opinie, dat de Russen die verkiezingen hebben dusdanig beïnvloed, zodat Hillary geen president kan worden, ja, dan hoopten ze toch dat ook die kiesmannen niet bereid zouden zijn om hun plicht te doen en voor Trump te stemmen. Ja. Dat is dus mislukt. Ja, in werkelijkheid hebben enkele kiesmannen van Hillary juist de kant van die hebben die anders op Hillary zouden hebben gestemd, die hebben dat niet gedaan. Dus het heeft een averechts, wat Hillary betreft, een averechtse werking gehad. Ja. Maar het is heel interessant om te zien dat er een soort van oorlog
aan het ontstaan is, ook binnen die wereld van de intelligence bureaus. Ja. Want onmiddellijk zei de FBI eerst, nou ja, dat geloven we niet. Hm. En ook de andere, een aantal andere van die 16 bureaus die zeiden, nee, dat klopt niks van. Kerry, notabene, de minister van Buitenlandse Zaken, die zei, nee, dat is flauwekul, dat is onzin. Hm. Maar de president, en dan kreeg ik het idee van, god, hij moet toch wedden op het winnende paard. Want wie weet dat het wel lukt. Obama. Dus, ja, dus die begonnen ook met ja, die mompelde mee, zeg maar. Ja. En die heeft ook een onderzoek geboden in het, in hoe de Russen de verkiezingen zouden kunnen hebben beïnvloed. Nee. Allemaal flauwekul, geen enkel bewijs, maar dan ook absoluut niks. Nee. Ja, dus al die bladen die dan meedoen en die zeggen, ja, de opstapelende bewijzen. Ja. Is weer opnieuw een voorbeeld van hoe ze in het gelid lopen om propaganda te verspreiden door bepaalde kringen. En jij gebruikt toch het woord paniek. Dus ik vind dat toch interessant. Ja. Want de burger leest gewoon de krant, ziet daar bepaalde berichtgeving. Jij ziet aan bepaalde signalen, men is in paniek. Hoe zou je daar... Ja, daar gaan hoofden rollen. Ja. Dat kan je al wel voorspellen. Ja. Dus ja... Mm-hmm. En dan is maar de vraag. En kijk, de CIA is schuldig van zoveel illegale praktijken. Mm-hmm. En die hebben zoveel in het verleden, die hebben zoveel regeringen omvergeworpen. Ja. De vraag is, hoe ver zullen Trump en dus vooral ook Flynn gaan in het onderzoek naar de staat van dienst van de CIA? Ja. En het kan heel interessant worden. Daar hebben we het vorige keer over gehad, dat jij zei dat het is als die tuinslang. Je zet de kraan open en dan die gaat rondslingeren. Ja, heel veel mensen worden nat. Ja. Heel veel mensen worden nat. Inderdaad. Als je niet op tijd bij het uiteinde van die slang bent. Ja, ja, ja. Ondertussen denk ik nog heel even toch het fake news ook aanstippen. Daar hebben we het vorige keer al uitgebreid over gehad. Maar het zwelt eigenlijk aan, ook nu in Europa. Ja. En Facebook wordt er in Duitsland gezien. Ja. Noem maar op. Dus er ontstaat een stemming. Denk je dat de burger daar intrapt? Dat de burger echt denkt de post-truth hebben we het over gehad. Ik zag het bij ook Aleppo, waar we zo over gaan praten. Dat was een Canadese journalist die was heel kritisch over de media. En toen werd als tegenargument tegen haar gebruikt dat ze wel eens iets voor Russia Today gedaan had. En daardoor was eigenlijk alles wat ze zegt... Dat is natuurlijk automatisch zo. Ja. Nepnieuws wordt gebruikt. Het is ook een creatie van de PR-bureaus die achter deze actie zitten van de plutocratie in de Verenigde Staten. Hmm. Die dus heel graag wilde dat Hillary zou worden gekozen. Ja. Want dan zou het gewoon een verder gaan van bestaande praktijken hebben betekend. Ja. En dat idee van nepnieuws is eigenlijk heel merkwaardig. Want het is juist de onzin en dus de niet op feiten gebaseerde aannames die je nepnieuws zou kunnen noemen. Ja. Maar dat wordt niet... Dat werd niet bedoeld woordje nepnieuws. Nee. Maar dat idee van nepnieuws heeft wel vleugels gekregen. En nu is het wel zo dat heel veel mensen die zijn bewust geworden van dat er iets mis is met het nieuws wat ze dagelijks voorgeschoteld krijgen. Ja, het is dus ook een soort boemerang bijna. Dat kan, ja, en zeker. En je vraagt, trappen de mensen erin? Heel wat mensen, dat merken wij ook aan de reacties van wat wij hier bespreken met elkaar. Heel veel mensen die hebben een gevoel dat er aardig wat niet klopt. En die willen graag iets horen van waar ze zelf van kunnen zeggen, ja, dat zit logisch in elkaar. Ja. En heel erg veel is tegenstrijdig. Ja. Wat het nieuws wat we krijgen voorgeschoten, dat is erg tegenstrijdig. Ja. En nu heb je weer, als je over Aleppo bijvoorbeeld. Hè, er zijn twee bekende journalisten, ook hele goede journalisten. Fisk en Patrick Cogburn. Die hebben iets geschreven over nu het beleg van Aleppo afgelopen is. Ja, we zullen een heel erg veel
van die media, ja, toch moeten zien hoe verkeerd ze bij het verkeerde eind ze het hebben gehad. Hmm. Nou, dat zijn twee hele goede journalisten die dat Midden-Oosten op hun duimpje kennen. Maar ze werkten voor The Independent. En dat is ook weer een Britse krant die wel heeft meegedaan met dat officiële nieuws, wat ook The Guardian, en om niet te spreken van The Economist, en dan natuurlijk die Amerikaanse kranten zoals de Washington Post en de New York Times vooral. Het idee dat, dat waar het ging in Syrië, waarom het ging, was een opstand tegen een verschrikkelijk regime van Assad. En dat dat opstandelingen waren tegen het regime van Assad. Waarbij over het hoofd werd gezien dat in feite de kracht van die oppositie tegen de regering in Damascus kwam van die jihadis, van Al-Qaeda. Ja. Dat was dan natuurlijk onder een andere naam, El-Nusra, en het had andere, verschillende namen. En die zijn weer gesteund door Washington en Saudi-Arabië enzovoort. Ja. Dan krijg je een omgekeerde wereld, een ondersteboven wereld. Want ja, nu is het zo dat, dat Aleppo is dan bevrijd. Hmm. Voor de mensen die er wonen is Aleppo bevrijd. Hmm. Want die zaten nu een aantal jaren, hadden ze gezeten onder dat nogal verschrikkelijke bewind van die jihadis. Hmm. Dat was echt heel verschrikkelijk. Hmm. Maar het wordt voorgesteld, andersom, in heel veel media, dat de acties van de Russische militairen en de militairen van de regering, de Syrische regering, dat die daar een soort oorlogsmisdaden hebben gepleegd en dat dat allemaal verschrikkelijk was. En dan krijg je een situatie die opnieuw weer, het is, nogmaals, als ik dit lees in de krant, kan ik mijn ogen soms niet geloven. Als ik een hoofdartikel in de NRC lees waar Samantha Power wordt geciteerd. Hè, als dat Aleppo komt in het rijtje van Rwanda en Srebrenica en andere oorlogsmisdaden enzovoort. Terwijl zij zelf is in hoogste mate verantwoordelijk geweest voor Libië. Ja. I mean, het is niet te geloven dat zo iemand dan wordt aangehaald als een autoriteit. Ja. Maar dat idee dat daar een oorlogsmisdaad is gepleegd, dat heeft post gevat onder aardig wat mensen. Mm-hmm. Daar worden ook cartoons over gemaakt en noem maar op. Allemaal verschrikkelijk. Hè, die hele, dat hele manier van denken over de Russische deelname aan die oorlog, dat is zo vertekend overgekomen. Het is een van de ernstigste voorbeelden van manier waarop Europa is misleid. Natuurlijk ook de Amerikaanse bevolking, maar zeker ook Europa. Want die heeft meegedaan. Ja. Ja, die heeft poot op een hoofd. Maar als je dan kijkt inderdaad hoe burgers dat waarnemen, en laten we zeggen in Nederland, kun je dan stellen dat er gewoon een groep mensen is die echt doorheeft dat niet klopt wat er in de krant, op dit soort gebied niet klopt wat er in de krant staat. Dus die sowieso al op zoek gaan naar bronnen zoals onze gesprekken. Een groep mensen die dat totaal niet aan wil, dat dingen anders voorgesteld worden dan ze werkelijk zijn. En misschien een groep ongeïnteresseerden? Of hoe... Ja, ik denk dat natuurlijk het merendeel is niet geïnteresseerd. Of ja, men beseft wel, er is iets, er klopt iets niet. Ja, precies. Dat idee is denk ik vrij algemeen. Ik kan het alleen maar beoordelen naar de gesprekken die ik zelf heb met bekende familieleden en noem maar op. Ja. Maar het is niet meer zo, zoals een jaar of twee geleden, dat je als je twijfel, als je dus twijfel uit aan het soort van commentaar wat je leest in de algemene media, dat wordt niet langer zometeen afgewezen. Ja. Er is dus wel een langzame kentering gaande. Ik denk ook dat je dat in Duitsland ziet. Okay. Dat je, tenminste dat hoor ik van mensen die in Duitsland zitten en het ook volgen. En ook de situatie rondom Merkel volgen. Mm-hmm. Die zeggen ook, ja, ik kreeg vanochtend nog een e-mail van iemand die zei, dit hele geval met die aanslag in Berlijn op die kerstmarkt. Ja, dat maakt mensen weer wakker van wat er nu eigenlijk achter zou kunnen zitten. En hoe dan ook, het is slecht voor Merkel. Ja. En Merkel heeft, als men gaat nadenken over, ja, wat was Merkels positie in die oorlog in Syrië, dan stond ze aan de verkeerde kant. Ja.
Nou, je kan hier lang over doorgaan. Maar... Wie stond dan? Ik bedoel, Poetin heeft ingegrepen uiteindelijk, heeft gezorgd, mede gezorgd dat het conflict nu in het voordeel van Assad lijkt. Wie stond nog meer aan de goede kant? Of is dat bijna niet te noemen? Nou, Iran deed mee. Oké. Okay. Nou ja, je weet, Iran heeft natuurlijk een hele slechte naam in de Verenigde Staten, maar ook ja, Europa heeft zich nooit druk gemaakt over die slechte naam die niet verdiend is. Ja. Dus ja, Iran dus... heeft die dat was dus een driehoek: Moskou, Teheran en Damascus in feite. Ja, precies. Ja. En denk je dat die constellatie, dat daar kan dat ook enige stabiliteit in de regio gaan opleveren? Dat nu dan een driehoek is van mensen die elkaar weten te vinden? Ja, het is nog niet klaar. Ja. En dus Aleppo, Aleppo is bevrijd. Ja. Nog even daarop doorgaan. Ja, heel erg veel van het zogenaamde nieuws uit Aleppo wordt gemaakt door PR-bureaus. Ja. En die opname die je soms ziet, op het internet, die zijn niet eens opgenomen in Syrië. Hmm. Het hele verhaal van de witte helmen, die notabene zijn voorgedragen voor de Nobel Vredesprijs. Dat is allemaal fictie. Ja. Die zijn er wel, die witte helmen, maar die doen niet wat er van hen gezegd wordt. Ja. En er zijn genoeg ooggetuigen die bezig zijn geweest in Aleppo om dat te bevestigen. Ja. Maar goed, Aleppo is bevrijd. Er zijn heel veel mensen erg dankbaar. Die zie je niet in het nieuws. Ja, je ziet alleen maar dat fake nieuws, die onzin. Wat wel in het plaatje past van wat mensen die hele tijd zijn voorgeschoteld. Ja. Maar het is dus, gaat heel ver. En onze regering, hoor je er, ik bedoel, we zitten echt in zo'n soort politieke bubbel wat dat betreft. Ja, het is echt, weet je, je hoort natuurlijk nu ook. Van verschillende kanten. Hoe moet het verder met Europa nu Trump president van de Verenigde Staten wordt? Ja. Want ja, Trump heeft zich geuit op allerlei manieren waarbij de Europeanen denken, nou, het kan niet langer. En je leest dus ook commentaar van, ja, nu moet Europa onafhankelijker worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een heel goed idee. Mm-hmm. Het is al lang zo. Ja. Misschien, dit is niet de goede reden om het te doen. Er is een veel belangrijke reden. Maar dat is natuurlijk een goed idee. Maar dan is de vraag, wie zou zo'n meer onafhankelijk Europa moeten gaan leiden? Ja. Want vergeet niet, die mensen die aan de top staan, die zijn omhoog gevallen. Ja. Die zijn daar niet gekomen vanwege hun politieke inzicht, vanwege een begrip van het wereldgebeuren. Ja. En vanwege een kwalificatie die ze hebben verdiend door een staat van dienst. Ja. Op het gebied van internationaal beleid. En van alles en nog wat. Het zijn wat. Soort braafste jongetjes van de klas. Het zijn mensen die door die filters omhoog zijn. Ja, precies. Ik noem het maar omhoog vallen. Die zijn door die filters gekomen. En die filters die zijn bemand door een heel neoliberaal wereld. Ja. Door natuurlijk ook NAVO en de Verenigde Staten in het algemeen. Die zijn goedgekeurd op een of andere manier. Als je niet meedoet, als je gezegd zou hebben zoals dat ik dat steeds zeg, van NAVO is een van de gevaarlijkste organisaties ter wereld. Nou, dan kom je niet op die plek. Ja. Dus de vraag is, zijn er mensen die in Europa die dan ook naar boven kunnen komen, die de capaciteit hebben om een Europa te kunnen besturen. Dat is heel erg twijfelachtig op dit moment. Je hoopt van wel natuurlijk, want dat idee dat Europa een verkeerde beslissing was, die Europese Unie, en dat zeker de euro een verkeerde manier was, dat is allemaal goed en wel misschien, maar je kan niet meer terug. Ja. Je kan wel proberen terug te gaan, maar dan krijg je zo'n ongelofelijke bende. Hmm. Dat is, denk ik, niet iets wat je zou willen. Ja. Het gaat om nieuw leiderschap. En dat zie je nu, denk ik, toch wel een beetje in Amerika. Dat er echt uit een heel ander vaatje getapt wordt, ook bij de keuze van leiders. Ja, we weten nog onvoldoende. Ja. Kijk, het is zo dat die Trump, sommige dingen die hij doet, die denk je, nou, dat is wel een goede beslissing. Ik denk ook bijvoorbeeld dat de aanstelling van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson.
Rex Tillerson, notabene. Ja. Wat een naam. Ja, een prachtige naam. Ja, voor. Ja, 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 ja. Maar oké, okay, dit wordt van gezegd. Oh, daar heb je het weer. En de man die zo met de hele SO-olie-toestand enzovoort. Oh, verschrikkelijk. Olie. Oké, okay. Waar natuurlijk. Maar hij wil absoluut niet dat er oorlog komt met Rusland. Ja. Hij heeft persoonlijke banden met Poetin. Ja. Dus daarmee zegt Trump tegen die neoconservatieven... ja, begrijp me goed. Ik doe dat toch, wat ik gezegd heb. Ja. Ik ga met Rusland het op een akkoordje gooien. We moeten samen kunnen werken. Nou, die benoeming van Tillerson is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Aan de andere kant is die weer... en dat is de tegenstrijdigheid... is die weer... lijkt die... weer vijandig te staan ten opzichte van China. Mm-hmm. Dus mede ook weer met die veiligheidsadviseur Flynn. Mm-hmm. Die anti-Chinees is. Daar maar is dat niet, we zeggen wel eens Amerika... of iemand zei dat Amerika is, was jij niet, verslaafd aan het hebben van een vijand? Ja. En dat je dan zegt, nou ja, goed. Dus iemand als Sanders, die had misschien van Amerika een soort landbouwstaat gemaakt. We schaffen alle wapens af enzovoort. En dan krijg je nog veel grotere puinhoop, denk ik. Als je ziet hoe belangrijk de wapenindustrie, et cetera, is voor Amerika. Is het dan niet een veiliger scenario dat iemand zegt, nou goed, we gaan in ieder geval even de lont tussen Rusland en Amerika eruit halen. Mm. Maar om een zekere continuïteit te hebben, hebben we toch een vijand nodig. Ja, dat is dan nu China als ondemocratisch land, tot economisch bedreigen met de monetaire... hoe noemen ze dat? Dat ze hun munt kunstmatig laag houden, et cetera. Daar is een soort vijandbeeld al. Ja, dat beeld bestaat al. Het is natuurlijk onzin dat ze die munt kunstmatig laag houden. Ja, dat is onzin. Nou ja, ze hebben die munt al opgewaardeerd. Ja, okay. En je moet niet vergeten dat waar Trump het over heeft... is iets waarvoor de verantwoordelijkheid bij Amerikaanse bedrijven ligt. Het zijn Amerikaanse bedrijven die Chinese in China gefabriceerde kopen. En voor heel, heel lage prijzen. Mm-hmm. Dus ja, dat is natuurlijk flauwekul. Dat is echt om de achterban we zijn nationalistisch bezig op economisch gebied. En de Chinezen is een... Ik denk niet dat het probleem, dat de schoen daar knelt. Dat denk ik niet. Op dat monetaire punt. Maar zeg maar even gewoon puur als je zegt... Kijk, niemand wil een derde wereldoorlog. Niemand wil dat we met beperkte nucleaire oorlog of alles wat flauwekul. In hoeverre... Ik denk bij Rusland zaten we met Oekraïne best wel dichtbij. En dat is in Europa ook gesignaleerd. In Duitsland overal mensen die riepen... ja, we zitten als we Hillary straks hebben, dan is het al gebeurd eigenlijk. Nu heb je John Pilger die roept... ja, we zitten eigenlijk al in de derde wereldoorlog. En het wordt straks de War on China. Dat komt met een documentaire. Ik begrijp dat jij John Pilger kent. Nou, ik heb hem natuurlijk in de tijd van Vietnam diverse keren ontmoet. Hij was een journalist, een bekende Australische journalist... ik was daar zo nu en dan en hij ook. Mm-hmm. En dus dan, ja, je kent een heleboel van die collega's uit andere landen. Vooral als ze er vaker komen. Ja. En ik kende Pilger. Hij was, hij had de reputatie om zijn verhalen wat aan te dikken. Mm-hmm. Maar dat is inmiddels wel een andere Pilger. Hij is een van de weinigen die nog over zijn. Okay. Overigens heel interessant om te zien hoe Australië heel veel goede journalisten leverde. Aardig wat journalisten in Oost-Azië die waren en zijn, voor zover ik weet nog altijd, Australiërs. Okay. Er is een Australische traditie van journalistiek die vrij hoog stond. Okay. En daar is hij dus ook een voorbeeld van. Mm-hmm. Maar wat hij zegt over de komende oorlog met China... ja, weet je, China is omringd mm-hmm. door Amerikaanse bases. Mm-hmm. En ik herinner me dat een goede Amerikaanse vriend... we hadden het over de aanslagen op de 11 september. Hij zei, als die niet zouden zijn gebeurd... dan zouden we al lang in een oorlog met China zitten. Want dat was toen, voor 9-11, mm-hmm. was dat zeg maar iets wat er leek aan te komen. Oorlog met China. Waarom? Ja, ik denk verschillende
redenen. China was heel machtig aan het worden als een economisch land. Hmm. En Washington zag het als een toekomstige bedreiging. Hmm. He, dus als je sterker wordt dan wij, ja, god, dan hebben we een probleem. Dat zat erbij. En ook, en dat merk je nu vooral, want de marine, de zeemacht, Amerikaanse zeemacht, speelt hier op dit moment een belangrijke rol. Ja, dat is die Harris, die commandant van de, of die admiraal van de Amerikaanse vloot in het Stille Oceaangebied. Die zich heel erg duidelijk uitlaat van over, en zeer vijandig ten opzichte van China. En waar het om gaat is dat Amerika heeft heel erg lang de Stille Oceaan als hun gebied beschouwd. Zij moeten daar de baas blijven. Zeker sinds 1945, sinds de, zeg maar de nederlaag van Japan. Mm-hmm. En nou ja, Japan steekt Amerika natuurlijk niet naar de kroon. Mm-hmm. En China doet dat eigenlijk ook niet, maar zou dat kunnen gaan doen. Ja. En ja, nu wordt er dus gezegd dat de Chinezen die zijn landingsbanen aan het aanleggen enzovoort enzovoort in op hun gebied. Ja, ja, ja. Geen wonder. Ja. Hè, als je dus als Amerika duidelijk zegt van wij moeten de baas blijven in dat westelijke deel van het Stille Oceaangebied, waar we eigenlijk niks te zoeken hebben. Ja. Hè? Wij moeten ook controle kunnen blijven houden op die zeestraten, hè, die dus van het zuiden af naar de Filipijnen en naar Japan het zeevervoer beveiligen. Ja. En die Chinezen die reageren daarop. Het schijnt een hele grote militaire oefening ook geweest te zijn samen met Australië, geloof ik. Waarin ze eigenlijk zo'n scenario van die zeestraten onder controle nemen. Ja, Australië is een van de meest meegaande landen. Daar, met Amerika meegaande landen. En dat is dus absoluut niet in het voordeel, op lange termijn voordeel van Australië. Nu we het daarover hebben, ik wou nog een opmerking maken over iets wat je vaak hoort. Dat het, of we het nou goed vinden of niet, of we het nou moreel afkeuringswaardig vinden of niet. Die landen zijn bezig om ter wille van hun nationaal belang. En dat moeten we respecteren, of zoiets dergelijks. Okay. Dat hele idee van nationaal belang is iets waar je opnieuw naar moet kijken. Want ja, alles wat landen doen, wordt vergoelijkt door hun regeringen als in dienst staande van het nationaal belang. Mm-hmm. Nou, als je in de jaren 30 zou hebben geconstateerd dat wat Japan en Duitsland aan het doen waren in het nationale belang van die landen was, dan zou je natuurlijk na 1945 constateren, ja, het was helemaal niet in het belang van die landen. Mm-hmm. Dus dat woord, die term nationaal belang, moet je heel zorgvuldig gebruiken en alleen maar met heel specifieke dingen als in verband met een groter geheel, wat je dan heel goed moet kennen. Mm-hmm. Verder zou je dat niet als een abstractie moeten gebruiken om iets te begrijpen van geopolitieke wereldorde. Want is het theoretisch denkbaar dat iedereen lekker op zijn eilandje blijft zitten en de zee is vrij? Is dat een denkbare wereld? Of dat zou kunnen? Ja, zolang er geen... het zou natuurlijk kunnen gebeuren dat China heel ver in de toekomst een idee gaat krijgen van, ja, wij willen iets meer dan wat we nu doen. Maar ze hebben dit in het verleden nooit laten zien. Okay. China is niet een expansionistische macht geweest. Een hele andere cultuur. En als dan Tibet te berden wordt gebracht of zo, dan moet je wel beseffen dat, ja, als er een afscheidingsbeweging is in Tibet die zich uitspreidt in de rest van China, dan valt het land uit elkaar. Ja. En dat weten de Chinezen in Beijing heel erg goed. Dus, maar ze hebben geen geschiedenis van expansie. Het is nooit een expansionistische macht geweest. Ze zijn altijd tevreden geweest met het respect wat de buurlanden bewezen als ze op bezoek kwamen bij de keizer in Beijing. Of in Nanjing, of waar ze dan ook waren. Ja. Ik heb wel eens gelezen dat ze in het verleden ook het ongebruikelijk was. De Chinezen hadden geen ambassadeurs, geloof ik, in het buitenland. Ze zeiden, ja, we kunnen niet gelijkwaardig
uitwisselen met een ander land. Snap je? Dus jullie komen maar hier als je wat wil. Ja, ze zijn in het Rijk van het Midden. Ja. Zij waren het midden van de wereld. Ja. En China, geschreven in de lettertekens van China, betekent dat? Het koninkrijk van het midden. Ja, dus jij zegt over 50 of 100 jaar. Dus, ik heb wel eens ook een grafiek gezien van economische omvang. Zeg maar dat door de wereldgeschiedenis zijn India en China altijd by far de rijkste landen met de grootste economie zijn geweest. Tot heel kort even, zeg maar, Europa en Amerika dat even hebben overgenomen als waar. Ja. Dus dat je eigenlijk logischerwijs weer een beetje teruggaat naar hoe het altijd geweest is. Maar jij zegt. Dat was eigenlijk mijn vraag. Van, is het zo dat er moet altijd iemand de baas zijn en dat uiteindelijk ook een garantie voor vrede zou kunnen zijn? Dus dat alleen niet de vraag is van gaat Amerika te ver? Maar gewoon Amerika is nu nog de baas. Misschien over 100 jaar iemand anders. Maar dat het wel positief is dat Amerika de baas is. Of zeggen nee, we moeten allemaal stoppen met dat expansionistische, agressieve gedoe. Ja. Kijk, we hebben zoiets als International Relations Theory. Dat is een onderdeel van politieke wetenschap, zogenaamd. Okay. Ik denk dat politieke wetenschap niet kan bestaan, maar dat is wat anders. En dat International Relations Theory is al heel erg lang, wordt het beheerst door zogenaamde realisten en neorealisten. Ja. En de realisten die hebben het over balans. Het idee van balans, dat er een balans moet zijn. En dat het helpt als een land een hegemoniale positie heeft. Want die kan die balans helpen bewaren. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Er is meer aan vast dan dat. Maar het idee bestaat dus dat als een ander land, wat tot nog toe niet zo erg ontwikkeld was, economisch, zoals China. Mm-hmm. Als die heel erg belangrijk wordt, groot en machtig en rijk, dan is dat een verstoring van de balans. Natuurlijk. En dan moet er iets gebeuren. Okay. Daar is veel over geschreven. En dat wordt nog altijd, als het ware, een beetje voor zoete koek aangenomen door heel erg veel mensen die zich die politieke wetenschap hebben bestudeerd. Mm-hmm. Ik denk dat een foutieve manier van denken is. En er is één Britse geleerde, Hadley Bull, die is eigenlijk een buitenbeen in de wereld van de IR, de International Relations. Mm-hmm. En die zegt juist dat je ziet in de wereldgeschiedenis de hang naar diplomatie. De hang naar het met elkaar kunnen samenleven. Want als je dat niet doet, heb je chaos. Dus heb je anarchie. En het gaat niet om balans scheppen of balans handhaven. Het gaat om om een stelsel te onderhouden, mm-hmm, waarin je als het ware een Committee of Nations, een zoals de Verenigde Naties was. Dat idee van de Verenigde Naties is dat je diplomatie en internationaal recht hebt, ja, om dat te handhaven. Mm-hmm. Okay. Nou, je stelt in de Koude Oorlog natuurlijk, dat hele idee heeft niet veel aanhang gekregen. Want de Koude Oorlog was juist het idee van balans. Ja, we hebben een Amerika en een wereldorde met twee polen. Amerika en de Sovjet-Unie. En er moet balans zijn. Overigens, heel interessant om te zien dat de Koude Oorlog niet misschien helemaal in het begin, toen je nog zeeloten had in Amerika, die wilde gaan bombarderen in Rusland. Voordat Rusland een atoomwapen ontwikkelde. Ja. Maar al heel gauw was de Koude Oorlog bedoeld om juist vrede te bewaren. Het idee van mutually assured destruction, ja, was heel belangrijk. Ja. En dat is nu veranderd. Ja, dat, en dat is waarom het gevaarlijker is nu. Zou gevaarlijker kunnen zijn nu. Nu het gevaar is even afgewend, want Hillary is niet gekozen. Ja, en die was echt afweer, hè, in Bulgarije. Precies. Dus
En dat idee van mutually assured destruction is niet langer, het overheerst niet langer in de hersens van die beleidsmakers. Ja. En nu is het dus heel belangrijk dat we wel heel erg veel nadruk gaan krijgen op diplomatie. Even een gekke vraag tussen, was gewoon in één keer binnen. Is dan wat jou betreft eigenlijk het project van de Verenigde Naties mislukt? Na de Eerste Wereldoorlog hebben we de Volkerenbond opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties. Maar vrij snel had je toen die bipolaire wereld met die afschrikking eigenlijk als garantie voor de veiligheid. Is daarmee eigenlijk ook, we hebben het over de EU is mislukt, euro, blablabla. Is de VN mislukt? Nou ja, je kan zeggen, de VN heeft niet bereikt wat de oorspronkelijke bedoeling was. Maar het heeft wel een heleboel dingen gedaan die goed zijn geweest. En ik denk niet dat je een wereld kan voorstellen nu zonder de Verenigde Naties. En dan hebben we het niet alleen over de Veiligheidsraad of de Assemblée, maar ook over al die organisaties die op een of andere manier verbonden zijn met het welvaren van de landen die er, dat is dus iedereen, die er deelnemen. Dus zoals de World Health Organization, de Food en al die organisaties. Ja. Van meteorologie tot noem maar op. Ja. Die zijn niet vaak in het nieuws. UNHCR, de vluchtelingen, is natuurlijk wel in het nieuws. Maar dat zijn natuurlijk heel belangrijke organisaties geworden. Ja. Ze zijn vaak corrupt, onvermijdelijk. Maar tegelijkertijd doen ze wel... Het is diplomatie. Trump heeft bijvoorbeeld geroepen, ik denk op dit moment trouwens niet meer, omdat hij trouwens van Israël wel wat gedraaid is. Maar oorspronkelijk riep hij van, ik wil straks graag dat Palestina-conflict oplossen. En dan wil ik daar in de regio gaan zitten met alle regionale spelers. En ik ga zeker niet de VN op sleeptouw nemen in dat probleem. Dat is dus een andere benadering van diplomatie, denk ik. Kijk, Trump die praat natuurlijk, hij weet wat Amerikanen, zijn landgenoten, wel of niet hoog waarderen. En de Verenigde Naties wordt niet hoog gewaardeerd. Er is natuurlijk een geschiedenis van het dwarsliggen van de communistische landen onder leiding van Moskou. En er is aardig wat op aan te merken. Er zijn landen die zitting mogen hebben in een commissie over mensenrechten, en het, zoals Saudi-Arabië. En dat zijn de ernstigste schenders van mensenrechten. Er is heel erg veel aan te merken op de VN. Heb je ergens in de laatste weken een intelligent commentaar gelezen van iemand die zegt bijvoorbeeld hervormen, de VN hervormen? Of? Nou, ik heb niet gemerkt dat de VN in het middelpunt van de belangstelling staat op dit moment. Dus nee, dat... Oké. Okay. Nee. Goed. Dus de war on China, daar hadden we het over. Ja. En ik denk veel mensen een beetje soort van toch opgelucht ademhalen dat de spanning tussen Rusland en Amerika, waar Europa midden tussenin zit. Goed, aan de andere kant hebben we nu net, laten we het nog even aanstippen, het Oekraïne-referendum gezien. En dat Rutte toch nu mooi voor elkaar heeft dat wij ook het associatieverdrag ondertekenen. Ik zie dat een beetje als oude politiek bijna nu. Het is natuurlijk belangrijk voor Rutte dat hij een oplossing vindt, tussen aanhalingstekens. En dat wordt allemaal als heel belangrijk gezien, maar dat verdrag op zichzelf is niet erg belangrijk. Ja, het is er nu een soort vacuüm inderdaad, dat Trump moet nog beginnen. En de Europese leiders, denk ik, zeker als Rutte, die weet nog, ik denk dat hij nog amper snapt hoe straks de wind waait of hoe die zou moeten reageren op de nieuwe situatie. Afhangend van, om te beginnen moet Trump nog president worden. Er kan nog wel een en ander gebeuren. En de CIA is ook niet helemaal uitgeschakeld. Dus, maar oké, stel je voor dat het allemaal van een leien dakje gaat. Hè? Dus dat 20 januari, vanaf 20 januari krijg je een hele andere situatie in Washington. Toch wel heel anders dan de afgelopen machtswisselingen van president naar president zijn. Het was heel geweest. Het is nu echt een heel andere verandering. En als het inderdaad, wat we hopen, gaat leiden tot een verbetering van relaties met Moskou. Ja, dan moet Amerika natuurlijk ook de rol van NAVO gaan herzien. Ja. NAVO bestaat. Kijk, NAVO heeft een nieuw
een nieuw leven gekregen door die demonisering van Rusland. Ja, en de Joegoslavië-oorlog, etcetera. Dus dat is allemaal gebeurd. Maar dus dat is mijn vraag. Ik probeer nog steeds een beetje optimistisch te zijn. In de zin van die war on China. Ik denk van ja, als je nou ook zo'n NAVO wil hervormen, dan psychologisch kijk gewoon even, is het dan toch best goed om weer een beetje een nieuw vijandbeeld. Ik heb er persoonlijk iets mee in de zin van internetvrijheid. Ik vind een van de grootste dingen die we in het Westen hebben is die absolute vrijheid van informatie op internet. En dat naarmate China meer cloud zou krijgen in die wereld, dat er bij ons ook vormen zouden kunnen komen van een soort internetcensuur. Maar jullie door China aangezwengeld? Nou, China heeft in ieder geval, het is ook best moeilijk. Het is alleen technisch al best moeilijk om te realiseren. Want internet is zo open qua opzet dat je kan er bijna altijd wel doorheen fietsen. Dus je hebt wel vrij slimme koppen nodig om systemen te verzinnen waarmee je dus echt China houdt de wacht over het internet voor binnenlands gebruik. Maar je hoort wel eens van die vage geruchten, noem het complottheorie hoe je wil, maar dat er feit in China de soort technologie wordt voorbereid waarmee we straks weer de hele wereld in een soort gareel kunnen krijgen, doordat we dan zeg maar wereldwijd en daarom heb je een soort piratenpartij, dat soort clubs die keihard knokken voor ieder klein stukje vrijheid en privacy op internet. Ja, nee, zeg maar. Ik ben het natuurlijk roerend eens met die zogenaamde piraten. Maar het gevaar voor internetvrijheid is niet in China, dat is in de Verenigde Staten. Ja, het NRC. Die hebben behoorlijk wat macht om allerlei dingen te doen. Waardoor je. Dan gaat het niet zozeer om het blokkeren van onze toegang tot het internet, maar dan gaat het om snelheden. Welke sites krijg je makkelijk te zien en welke duren heel erg lang. Dan gaat het over het samenwerken met Silicon Valley corporaties die een behoorlijk een heel belangrijke rol spelen in het internet gebeuren enzovoort. Ja. En er zijn tekenen van dat ze dat. Kijk, als een land middelen heeft voor maatschappelijke controle, dan geeft hij die middelen niet gauw uit handen. En als die middelen steeds sterker worden, steeds groter worden, dan worden ze misschien gebruikt. Ja, maar dus dan moet je ervoor vechten. Ik vind dat Trump heeft zeer extreme, en ook die nieuwe CIA-directeur hebben hele extreme dingen over Snowden gezegd. Hè, dat ze die het liefst zo snel mogelijk aan een hoge boom opknopen. Die natuurlijk zichtbaar heeft gemaakt in de wereld hoe ver Amerika is met die penetratie tot in de huiskamer van wat je op internet allemaal doet. Ik denk toch dat er een groot verschil is tussen technologie ook gebruiken om mogelijke terroristen op te speuren of op keywords te kunnen zoeken wie waarmee bezig is. Dat is best wel eng, maar ik vind toch nog wat anders dat zoals in China of in Turkije gewoon hele websites niet toegankelijk zijn, dat dingen als social media daar ook ingekaderd zijn, dat als je maar één verkeerd tweetje de wereld instuurt, dat je bij wijze van spreken al gearresteerd wordt. Dus dat regimekritiek eigenlijk amper mogelijk is. Maar laten we zeggen, daar gaat niet nu om die technologische discussie. Het gaat mij erom van, is het niet best wel rustgevend ook om weer een klein beetje een vijandbeeld te hebben? Zou de wereld niet veel enger zijn zonder vijandbeeld? Er zit iets in. Kijk, weet je, als je een vijandbeeld hebt en als je het onder controle kan houden, en dan heb je zoiets als we hadden gedurende de Koude Oorlog. Ja, dat bedoel ik. En in de Koude Oorlog was er nauwelijks gevaar, wel een denkbeeldig gevaar, maar niet een praktisch gevaar, dat atoomwapens gebruikt zouden worden. Nee. Ja, maar nu bestaat dat gevaar wel. Mm. En notabene een bruikbare atoombom hebben ze ontwikkeld. Een kleintje, een baby-atoombom. Ja. En er wordt met trots over gesproken. Dat is de erfenis van Barack Obama. Ja. Die inderdaad de Nobelprijs heeft gekregen. Ik las het dat hij in Praag, in 2009 stond hij in Praag, dat hij wel even snel de wereld van kernwapens zou bevrijden. Ja. En ondertussen heeft hij precies het omgekeerde gedaan. Maar dat vind jij dus wel eng. Jij denkt, we krijgen niet een soort koude oorlog met China, maar dat zou best wel. Wel, er kan zoveel gebeuren. Ja. En zoals we de vorige keer eventjes erover hadden, dat de samenwerking tussen China en Rusland is natuurlijk een enorm doorn in het oog van Washington. Mm-hmm. Zonder meer. Ja. Wie er dan ook president is. Mm-hmm. Want dan is dat de hele
Eurasiatische continent is dan verenigd. Alleen de vazallen van West-Europa, die bengelen dan nog in dat Atlantische gebeuren. Maar misschien ook niet voor altijd. Ja. Dus ja, dat is iets waar Washington waarschijnlijk iets aan wil gaan doen. Oké, maar ik kom nu op nog een mooi thema wat we nog even aan kunnen snijden. Je kent de uitspraken van Friedman en anderen die gezegd hebben, het ging altijd om Duitsland en Rusland uit elkaar te spelen. Eerste Wereldoorlog, op een bepaalde manier in de diplomatie met de Wereldoorlog, et cetera, is dat ook gelukt. Daar is het Eurasiatisch continent niet gevormd. Heel West-Europa is in ieder geval een soort vazalstaat van Amerika geworden. We weten ook dat Poetin, we hebben het over die hek van de verkiezingen gehad, maar er is natuurlijk wel Russische propaganda en er zijn geldstromen. Ik begreep dat ook het Front National in Frankrijk geld heeft ontvangen van Rusland. Dat zal ook wel deels fake nieuws zijn wat mij betreft. Maar ik denk, Poetin slaapt niet, laten we zeggen. Die man heeft ook een agenda. Dus is er in die heroriëntatie van Amerika, waar ze meer China nu als vijand gaan zien dan Rusland, meer mogelijkheden voor Poetin om dan ook maar en passant toch even meer van zich te doen spreken in Oost-Europa, West-Europa? Hoe zie je dat? Wat gaat Poetin doen? Ik ga geen toekomst voorspellen, Hajo. Nee. Wat doet hij nu als journalist al? Wat doet hij nu al? Wat weet je? Hij heeft natuurlijk heeft geantwoord op provocaties van NAVAL. Door te laten zien dat aan zijn kant er ook wapens staan. En dat wordt natuurlijk met enorm veel trompetgeschal in de NAVO-gelederen wordt dat aangekondigd als agressie van Poetin. Maar het is een antwoord op de agressie van de kant van NAVO. Wat gaat hij verder doen? Kijk, als hij verder gaat, als hij doet wat hij nog minder dan 2 jaar geleden duidelijk wilde, is echt om met Europa, met Europese landen en met de Verenigde Staten tot een vergelijk te komen. Nee. En tot een diplomatiek, tot een vriendschap. En samenwerking op diverse gebieden. Ja, precies. Maar mijn vraag is als er een vriendschap komt met Amerika, wat gebeurt er dan met Europa? Want een goede understanding, een diplomatie, begrijpen we elkaar, we respecteren elkaar, dat zie ik tussen Rusland en Amerika. Maar Europa hangt er toch tussenin en wij zitten dichter tegen Rusland. Nou ja, we hadden het eerder over wie komt er in Europa naar boven? Ja, die leiders. Die een politieke bekwaamheid bezit om Europa te leiden. Het moment dat dat gebeurt, zit Europa oké. Okay. Ja. Je zou hopen voor een soort de Gaulle. Ja, Fillon heb je het over. Fillon is weer zo'n merkwaardige figuur. Ja. Hij wil ook geen vijandschap met Rusland. Dat is heel duidelijk. Dat is heel goed. Aan de andere kant is een bewonderaar van Thatcher. Ja. Nou, het is nou juist dat neoliberale gedoe, waarin dat zogenaamd populisme in Europa tegen ageert. Ja. En dus dat moeten we niet hebben. Nee, dus kijk, als Fillon president van Frankrijk wordt, dan hoop je dat hij die neoliberale veren, maar hij kan ze misschien niet schudden, maar dat hij ze toch eventjes in de plooi houdt. Een voorbeeld in Amerika, die ik in ieder geval ken, waar je echt een draai ziet van een oude heer, zeg maar, waar je het qua leeftijd niet meer van zou verwachten, is bijvoorbeeld Newt Gingrich. En daar hebben zelfs mensen als Alex Jones, dat is een figuur, hebben gezegd van ja, nou Newt, vroeger was het verschrikkelijk. Echt een nieuwe con. En die heeft echt die enorme draai in meer de worldview van Trump gemaakt. Newt Gingrich was never a neocon. Okay. Hij was een heel, heel erg opportunistische politicus. Okay. Die veel op zijn geweten heeft. En een gemene speler is. Ja. Maar ik weet niet in hoeverre hij verantwoordelijk is voor die draai en het denken van Trump. Hij is zelf gedraaid, maar hij heeft zelf als een van de eerste binnen de Republikeinse Partij gezien van, hey, dit is iets nieuws, dit is leuk, dit is interessant. Ja. Die man moet een kans krijgen. Daar was hij. Het kan ook zijn dat hij dacht van, dit is nog mijn laatste kans om nog iets te doen. Giuliani idem dito. Noem maar op, er zijn een heleboel.
Maar ik denk dat leiderschap is de grote vraag, denk ik inderdaad. Ik ga gewoon rare dingen door je hoofd. Stel, PVV wint straks de verkiezingen in maart. En Poetin brengt felicitaties uit aan Geert Wilders. Of zo van, wat voor rare wereld kom je nog in terecht? En hoe gaan journalisten daarop reageren? En, ja, Hajo, je weet het niet. Ik ga me daar niet... Nee. Echt waar, als PVV wint... Dan is het nog niet gezegd dat hij premier wordt. Want hij moet een regering vormen. Dus laten we het daar niet over hebben. We hebben het over geopolitiek. Ik ga niet op het gladde ijs. Het spiegelgladde ijs van de Nederlandse politiek. Maar eigenlijk zeg je daarmee Europa... zoals het er nu naar uitziet... Het duurt nog even voordat Europa er weer toe doet. Misschien. Ja, wie weet. Ja. Ja, soms kan... Doen we er toe op dit moment? Ja, het is natuurlijk een enorm gebied. Ja. Het heeft een enorme economische capaciteit. Mm-hmm. Als het kan kruipen weg van onder dat austerity-beleid... dan zou het op allerlei manieren weer tot economische bloei kunnen komen. Maar ja, er moet dus krachtig iemand zijn die dat kan. En ja, Frankrijk is, behalve Duitsland... altijd het aangewezen land geweest daarvoor. Je verwacht dat het kan niet komen uit België of uit Finland of zo, of uit Spanje. Ja. Dat is denk ik het kerngegeven voor Europa. Het besef van we moeten blijven voortbestaan als een politieke entiteit die een mate van betekenis heeft, zoals dat zodat wij er zowel voor binnenlands, binnen-Europees gebruik voordeel aan hebben. Ja. En ook iets in de wereld betekenen. Ja. Daar moet je een gezicht voor hebben. Ja. Moment dat je dat gezicht krijgt... Mm-hmm. Kijk, Merkel was een autocraat per ongeluk. Ze was op een gegeven moment behoorlijk machtig in Europa. Iedereen keek ergens naar... Wat gaat ze nu weer zeggen en wat vindt ze nu weer goed en niet goed? Mm-hmm. Zij is natuurlijk de persoon die de meeste verantwoordelijkheid heeft voor de ellende in Griekenland. Niet de Grieken. Ja. En Schäuble, de minister van Financiën daar. Nou, je weet dat iemand zoals Dijsselbloem zit naast de telefoon om te overleggen met Schäuble hoe het nou verder moet met dingen als het erop aankomt. Dus dat is allemaal iets wat voorbij moet gaan om Europa een kans te geven. Ja. En hoe dat verder gaat lopen is anybody's guess. Het kan wel. En soms gebeuren er plotseling zeer onverwachte dingen. Zoals ook die macht van Merkel eigenlijk een onverwachts iets was. Ja. Dat had Dominique Strauss-Kahn zou een tegenhanger kunnen zijn geweest. En die had duidelijk plannen om de macht van het IMF terug te draaien. Ja. En dat was heel belangrijk natuurlijk in dat hele neoliberale gebeuren. En ja, die zou misschien de oude Franse... Het meer geniaal beleid, een politiek beleid, mogelijk hebben gemaakt. Is er in Duitsland, ben je ooit wel eens een naam tegengekomen in Duitsland? Van iemand waarheen je denkt, goh, daar zie ik wat... Nou ja, ik hoor natuurlijk wel over Duitse politici die aardig wat betekenen. Maar of ze op dat gebied, of ze op het Europese niveau zouden kunnen functioneren, is nog maar de vraag. Ja. Het is nog altijd erg jammer dat juk van dat oorlogsverleden nog altijd op die Duitse schouders ligt. Ja. En dat betekent ook die speciale, merkwaardige verhouding met de Verenigde Staten, waar we het vorige keer over hebben gehad. Ja, ontmand, zei je toen, voor Duitsland. Dus het zijn gewoon hele interessante tijden, denk ik, waarbij de grote omwenteling toch wel in Amerika een aantal dingen in gang lijkt te gaan zetten. Ja. Jij zegt het is altijd nog een kleine kans dat 20 januari niet gehaald wordt voor Trump. Het ziet er wel naar uit dat het goed gaat. We weten niet precies of we... Kijk, Trump doet tegenstrijdige dingen. Ja. Ook ja, in zijn benoemingen. Sommige dingen lijken tegenstrijdig. Ja. Maar je kan het ook zien van het heeft wel een bedoeling. Ja. En
misschien is het mogelijk dat Trump soms ziet dat hij probeert dingen, hij maakt een fout, een inschattingsfout, en dat draait hij wel terug. Er zijn een aantal van die tekenen dat hij dat doet. Ja. Maar ja, we moeten natuurlijk ons bevrijden van die anti-Trump, dat anti-Trump commentaar, dat helemaal niet probeert om hem te analyseren en om zijn positie te analyseren. Precies, En dat is natuurlijk het eerste wat je moet gaan doen om wat meer te gaan begrijpen. Okay. Ik denk dat we gaan dit gesprek afronden. Ik denk dat het heel interessant ook wordt om te kijken. Je hebt het over de PR-bureaus gehad. Trump is ook een communicator. Hij komt uit de televisiewereld. Zou hij bijvoorbeeld ook in staat zijn om het hele begrip fake news met een soort tegenaanval, verbaal als het ware, gewoon ook of gaan we dat nog het hele jaar verder? Wie weet. Hij heeft natuurlijk heel veel vijanden. Ja. En die gaan niet rusten voordat ze een behoorlijke stoot hebben kunnen geven in zijn presidentschap. En het kan best zijn dat er gesystematiseerde sabotage komt van het Trump-gebeuren. Dat kan best. Heel jammer dan. Ja. Geef Trump wel een kans om er iets van te maken. Als hij helemaal de verkeerde kant uitgaat, dan wordt het wat anders. Een van de meest interessante dingen die ik zag was dat Henry Kissinger, die had het dan wel over buitenlandse politiek, maar dat hij nog eens even in herinnering bracht hoe bijzonder het is dat Trump gewonnen heeft. Dat hij überhaupt heeft kunnen winnen. Ja. Dat het nog nooit vertoond is, zei Kissinger ook. En hij zei, Europese landen begrijpen er ook geen bal van, want er is geen enkel ander land die ooit op deze manier een politicus heeft zien winnen. Ja. En dat hij zei, Trump moet nu als het ware zijn, ik noem het voor de grap, zijn derde helft gaan spelen. En als hij dat, hij zei dat with the same skill. Dus als hij hetzelfde skill, waarvan iedereen zegt, nou dat gaat hij nooit redden, dat hij zal weerstand over de leven. Maar hij zou met diezelfde skill die derde helft kunnen spelen, dan gaat het nog wel echt heel interessant. Ja, en wat heel belangrijk, wat Kissinger erbij heeft gezegd, hij heeft geen ballast. Hij heeft geen. Hij hoeft niemand terug te betalen voor iets. Ja. Hij heeft geen enkele. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Ja. Dat hebben we nog niet meegemaakt in een nieuwe Amerikaanse president. De dagen worden weer langer. We gaan straks het nieuwe jaar in. De lente vieren. Precies. En het worden hele interessante tijden. Dankjewel voor het gesprek. Hey, uiteraard.